Het Brussels gewest heeft ervoor gekozen zijn parlement te vestigen op het dak van een oud gebouw in het historisch centrum van de stad. Het Brussels parlement bevindt zich in het voormalige paleis van de gouverneur van de provincie Brabant. Het glazen halfrond staat symbool voor de transparantie en openheid die het parlement naar de Brusselse burgers wil uitstralen. Wij staan hier in de inkomhal met de monumentale trap, omgeven door een lichtvries. Vanuit de spiegelzaal, die voorbehouden is voor recepties, spektakels, colloquia en concerten, begeven we ons naar het oudste deel van het paleis met zijn opeenvolgende salons. De commissiezalen, waar zich de dagelijkse activiteiten van de volksvertegenwoordigers afspelen, zijn versierd met hedendaagse kunstwerken. In 1989 krijgt het Brussels hoofdstedelijk gewest eindelijk een eigen parlement. Het heeft als opdracht de ordonnanties en de begroting goed te keuren, de regering te controleren en de dialoog tussen burgers en volksvertegenwoordigers te bevorderen. De besprekingen in plenaire vergadering en commissie zijn toegankelijk voor het publiek. Het parlement heeft uitgebreide bevoegdheden die het leven van de Brusselaars rechtstreeks beïnvloeden. Bijvoorbeeld huisvesting, mobiliteit, werkgelegenheid of nog leefmilieu. Het Brussels parlement is verankerd in het centrum van de stad en haar geschiedenis en is de plaats waar dag na dag het heden en de toekomst van Brussel, stadsgewest en hoofdstad van ons land worden bepaald.